Smelts. De start is gevallen. Start valt, probleem achter de auto voor de 1, Fawaz Mil. Maar, uitgeschakeld nummer 1, glad nummer 1. De andere paarden konden daar allemaal redelijk omheen komen op eentje na. Paarden gaan de bocht in en de leiding wordt daar genomen door Haddle Winwood. Haddle Winwood wordt gevolgd door Onyx Hollandia. Plaats 3 erachter is voor Johnny Westerbrink met Oberon Vrijthout. En de vierde plaats daarachter, daar ligt Misha Brouwer. En Misha rijdt in deze koers Curato Heyot. Zijn de eerste 4, vijfde plaats daarachter is voor Omia Boszorg. Tussenaanval, Danny Brouwer gaat straks zijn broer naast zich krijgen. Sterker nog, die komt even naast hem en flitst hem waarschijnlijk ook meteen voorbij. Curato Heyot neemt de leiding inderdaad over. 15-1 is de opening. Curato Heyot nu aan kop. Daarachter op de tweede plaats ligt Haddle Winwood. Derde plaats is voor Onyx Hollandia. En daarachter op de vierde plaats is het Oberon Vrijthout. Daarachter probeert aan te sluiten Omia Boszorg. Ook dat lijkt te gaan lukken. En de andere drie paarden liggen daar dan wat achter. Dat zijn Saluki, Jimmy Ducoutier en Fawaz Mil, die is uitgeschakeld. Paarden in de rechte lijn voor de tribune. En daar is de leider nog altijd Misha Brouwer met Curato Heyot. Curato Heyot, daar heeft het hele veld kunnen zien. Wordt gevolgd door Haddle Winwood. Daarachter op plaats 3 ligt Onyx Hollandia. Daarachter komt Saluki in de start van het veld weer aansluiten bij de rest van het peloton. 19-6 is de tweede tussentijd. En zo gaan we de laatste kilometer in. Misha Brouwer aan kop, Danny Brouwer erachter. Zo gaan we op weg naar de Z-Turf bocht. En de leider blijft Curato Heyot. Verhoogt nu ook het tempo. Curato Heyot wordt gevolgd door Haddle Winwood. Dan Onyx Hollandia. En de vierde plaats daarachter is nog altijd voor Oberon Vrijthout. Daarachter gaat Omia Boszorg een half spoortje naar buiten. Dat gaatje wordt onmiddellijk benut aan de binnenkant door Saluki. En daarachter volgt dan nog Tom Kooijman met Jimmy Ducoutier. Kopgroepje van 3 begint wat weg te lopen bij de rest. Uitgeschakeld nummer 5, galop nummer 5. En het is Curato Heyot die leidt. Aan de buitenkant schuin daarnaast komt Onyx Hollandia. Daarachter aan de relingzijde ligt nog altijd Haddle Winwood. En dan een hele tijd niets naar de volgende twee paarden, waarbij Saluki naar de vierde plaats gaat. Ze gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Die wordt inmiddels ingedraaid. En het is nog altijd aan de leiding Curato Heyot. Halverwege de Tjarda-bocht leidt Curato Heyot. Aan de buitenkant Onyx Hollandia. En daarachter aan de relingzijde hoopt op een gaatje Haddle Winwood. Die drie paarden ruim voor de rest en zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Daar komt Onyx Hollandia aan de buitenkant, gaat het wel proberen. Het is nog altijd Curato Heyot die leidt. Daarachter komt nu van de reling af Haddle Winwood. Curato Heyot, Haddle Winwood. Aan de buitenkant Onyx Hollandia. Die drie paarden gaan het doen. 13-5 de laatste 500 meter. Curato Heyot gaat hem winnen. Tweede plaats Haddle Winwood en de derde plaats is voor Onyx Hollandia. 16-4 voor de winnaar.